Stel je voor, je moet een geniaal antwoord bedenken op een debiele vraag en alles is puur hypothetisch. In mijn club zitten zoals gewoonlijk de twee scherpste mensen in de lade en dat zijn Serena Jari. Hallo. En Bert Janssens. Oeh. Jullie worden gelukkig bijgestaan door een bekende denker en dat is Lise Verijn. Welkom. Dank je wel. Dank u dat ik erbij mag zijn. Puur hypothetisch. Stel, jullie werken op het kabinet van de minister van Feestelijke Zaken en jullie krijgen de opdracht om een nieuwe feestdag te bedenken en dat is een dag vol tradities die spectaculairder zijn dan alles wat we nu al hebben. Wat voor vrije dag vieren we dan binnenkort en vooral hoe? Ja, beste burgers, het is een bijzonder lastige periode geweest. Dat zal ik als eerste erkennen. Met die corona geweest, die betogingen altijd maar, die groeiende depressies. En daarom kom ik met een nieuw initiatief. Een nieuwe feestdag voor alle Belgen. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Dank u, dank u. Nu moet je stoppen met applaudisseren. Ik ben ook Kim Jong-un, hè? Dat is moeilijk, want ik heb het gevoel dat er heel veel feestdagen bestaan al. Ja, wel, dat slaagt dik tegen. Maar echt zo een feestdag waar je vrij voor krijgt. Ah, oké, niet zo Valentijn of zo. Nee, okay. Het mag misschien wel een feestdag zijn hè, waar dat iedereen happy, happy, joy, joy niet op moet werken. Kunnen we anders beginnen met een keer een datum te prikken? Maart is wat kalm. Ja, voilà. Dat is zo leuk om in maart, dan zo dat, stel dat dat een donderdag is, dan doe je de brug. Ja. Ah, ik wou nu wel zeggen, misschien om te verzekeren dat altijd een lang weekend is, doen gewoon zo de tweede vrijdag van maart. Ah, dat is wel altijd dat goed. Dat kan ook, hè. Dat is wel altijd goed. Zo, ah ja, maar dat is altijd de tweede vrijdag van maart. Nee, dat is zeer praktisch. Een dubbel vind ik ook wel leuk. Zo Allerheiligen en Allerzielen. Dat uiteraard zijn er twee. Maar ja, ja, dan vragen we misschien een beetje te veel. Dat kan. We moeten het aan onze minister verkocht krijgen, natuurlijk, hè. Het voordeel dat we hadden met die vorige lockdown, vind ik dat er geen FOMO was. Omdat er niets mocht gebeuren, waardoor dat je dan eindelijk een keer je kast hebt opgeruimd of zo, bijvoorbeeld. Dus wie weet kunnen we zo'n feestdag doen, een no-FOMO-day of zo, waar dat er letterlijk niets mag georganiseerd worden. Dus niemand mag naar buiten komen, niet afspreken met elkaar. En eindelijk kan je een keer, ik weet het niet, een dag lezen of je kasten uitkuisen of zo. Snap je? Zo. Op zich vind ik het wel een goed idee. Ja, dat is waar. Zo'n internationale rustdag. Ja. Dus als je weet, gewoon die een dag is er sowieso niets te doen, dan kun je al daarnaar verlangen, omdat je dan denkt, ah, weet je, ik ga alles uitstellen, ik ga dan die een dag, ga ik dan dat kunnen doen. Want ze gaan me niet mogen vragen om af te spreken of zo. Zelfs al is het gewoon weer. Waar het niet, hè. Dat gaat wel moeten opletten, want ik ken ze. Hè? Deze beestjes. Ja. Dan gaan die de dag voordien, de avond. Hè? Want morgen moeten we niks doen. Ja. Dus we gaan het zotste feest van het jaar. Maar dat kan hij van 8 tot 12 dan of zo? Ja. Maar ja, als je dan wel iets moet doen, dan is die FOMO helemaal terug. Hè? Oh nee. Oh, ja, of zo'n dag waar er niets mag gezegd worden. Oh. En hier dan had de zaal van Astro moeten luisteren. Oh. Nou, nou. Oh. Nee, is niet waar, is niet waar. Ik luister heel graag naar zijn gezag. Nee, maar zo'n wereldstiltedag is eigenlijk ook wel leuk, hè? Stel u voor dat je dan buiten komt en je hoort niks. Oh. Je mocht niet met een auto rijden. Oh, rust. De vogeltjes moeten hun bek houden. Kutvogel uit uw fucking muil! Shh. Ja, sorry, het was die vogel. Ook zij. Fuckboy, nee. Ja. Iedereen is in een bek. Gewoon echt zo big dag. En iedereen moet ook op kouse voetjes lopen. Ja. Maar zo van die voetstappen wil ik ook niet horen. Het moet stijl zijn. Zijn er dan specifieke dingen die je moet doen op zo'n big dichtdag? Een mooiere naam verzinnen. Dat zou wel niet zijn. Nee, kies maar. Jabbe jabbe doe. Jabbe dabbe doe dag. Jabbe dabbe doe. Ja, maar de doe mocht je niet letterlijk nemen. Ja, maar want je weet toch dat eindigt mijn mondjes toe. Puur hypothetisch. Er zijn nu al feestdagen die zo'n fictief figuur hebben, zoals de Pasen of Sinterklaas. Mm. Ja, er is toch niet zo absurd als Pasen. Klokken die dan over België vliegen en chocoladepaas maar erlaan. Niemand heeft die ooit gezien. Niemand. Kom aan, mannen. Oh, echt heel raar. Van ik begin dat? Te denken dat dat niet bestaat. Zou de katholieke kerk liegen tegen ons? Nee, weet je wat ook leuk zou zijn? We pakken zo een persoon. Oké, voorbeeld. Het is de What Would Pablo Escobar doen? En dan moet je heel je dag
Alles wat jij doet, even stoppen en zeggen, maar hoe zou Pablo Escobar dat doen? Ja. Maar het moet niet Pablo Escobar zijn. Ik heb nu gewoon dat gezegd, want ik vind Pablo een leuke naam. Dat loopt uit de hand, ja. Ja. Maar zo'n andere persoon, of what would Britney do, of what would... Maar een dag rond Britney, dat zou ik wel zeggen. Ja, oh my god, dat is waar. Dat wil ik heel hard. Maar heel veel dansjes en korte bewegingen en zo. Wat je wel moet doen, vind ik, op Britney-dag, is zorgen dat je make-up van gisteren nog aan hebt. Ja. Kunnen ze ook niet de evolutie van Britney, dat je opstaat en je moet een schoolmeisjesuniform dragen, maar dan later wordt dat een latexpak. Ja. En dan in de namiddag moet je hoofd kaal scheren. En we zitten s'avonds rond de open haard en we zingen liedjes van Britney. Oeps, 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 oeps. Ja, voilà. Zo, vader op gitaar. Yeah. Woe, kom maar, kinderen. Yeah. Oeps, I did it again. Oh, Jesus, pa, dat is toch niet meer van uw leeftijd? Oh, baby. Waarom heb je nu uw latexpak aan? Britney, luister hier, het is Britney-dag. Jij moet mij niet zeggen wat ik kan doen of niet. Ik ben uw vader. Ik ben uw vader. Stel je voor, jong, dat er echt een dag is dat je gewoon altijd, elke dag van dat jaar, je haar moet kaal scheren. Oh. Dus met andere woorden, dat er nooit niemand meer lang haar heeft, maar dat iedereen gewoon zo van die plukken krijgt. Ja. En dat is een opzet van kom op tegen kanker. En dus je moet dat haar dan ergens klaarleggen. Ja. Zo op de vensterbank of zo. En dan komen die dat dan... Ja, gelijk de tandenvee. Symbolisch allemaal. Ja. Ophalen, je krijgt 50 cent. Voilà, inderdaad. En aangezien dat we niks mogen verplichten, wordt dat echt zo'n ding van als je dat doet en de dag erna, na de Britney Day, gaat je naar buiten, dan kunnen mensen echt zeggen van ah, jij bent een Britianist. Guilty. Zo. En dan kunnen ze zien wie dat er wel in gelooft en wie niet. Als ze dat elk jaar doet, zijn dat echt trieste pleun. Haar, we gaan er allemaal uitzien als Bert, heel jaar lang. Iedereen heeft een kort, pittig kapseltje. Ja. Oh nee. Allemaal toffe dametjes. Zo, deze kort en pittig, super. Zo wil ik echt graag omschreven worden. Ja, of zo een dag dat je uw enemy viert. Ah. Oeh, I like that. Zo. Oh, en gewoon heel de dag mocht spenderen aan zo die echte kakken zitten. Voilà. Amai, dat zou briljant zijn. Enemy day. Maar ja, die gaat enemy dat zelf day ook doen. Dus je moet die zo... Maar wel maar één iemand, hè. Iedereen, hè. Dus je moet één iemand kiezen. En dan is tot de dag. En echt... weet jij al wie je gaat kiezen? Ja, inderdaad. En als je zelf een klootzak bent, dan weet je dat heel veel mensen jou gaan kiezen. Dus dan zei je echt iets heet, Linda, maar oké. Dat zou echt heel goed zijn ook om mensen te motiveren om een beetje liever te zijn. Ja. Hey, kan dat ook niet zijn dat je die persoon dan iets mocht opsturen, maar dan zo anoniem. En dan is zo... S'avonds wil je dan zo niet aan je vrienden zeggen hoeveel anonieme, degoutante, verwelkte bloemen dat je hebt gekregen. Oh nee, weer een boeket rotte rozen. Ja. Oh nee, rotte rozen. Ik heb er dit jaar maar één gekregen. Oh, ik heb er eigenlijk 18 gekregen. Dat stinkt wel keihard. Dat stinkt echt. Ja, maar 10 kilo slachtafval stinkt meer dan rotte rozen. Levering voor Bert Janssens. 10 kilo slachtafval. Wie zou mij 10 kilo slachtafval sturen? Ik ben altijd lief tegen iedereen. En dan begint de geweest. Ja, wie was dat? En dan Cogé moet bijpakken na die dag voor te weten. Kan ik u niks misdaan? Ja, het zit dan in de kleine dingen. Vanaf dat pakte elk jaar preventief een dag bij. Wat ligt er dan zo in de winkels 2 weken voor? Klote naanderdag. Maar zakken, kak. Ja. Mocht zo niet beginnen met knuppels en zo, want dan wordt het echt wel heel gemeen. Hè. Ja. Zo. Nee, maar ook wel zo mossels van vorig seizoen. Voilà, inderdaad. Echt van die vorte dingen. Dat is eigenlijk een logisch gevolg op Valentijn. Namelijk, als je dan verwacht had dat er iemand je een Valentijn zou wensen of zo, dan, oké, niet. Oké dan. Ik heb mijn rozen al gekocht. En koop er nog een zak kak bij ook. En voilà. Weet je wat leuk zou zijn? Een waarheidsdag. En niks mag je daarna verweten worden, maar je mocht een hele dag lang echt... Niet alleen maar de waarheid vertellen. Alleen maar de waarheid. Ja. Dat is ook gevaarlijk, hè. I know. Maar de dag erna worden wakker en niemand mag je zeggen, want zeg, je hebt mij gisteren gezegd dat ik eigenlijk een kleine piemel heb. What the fuck? Ja, nee, we mogen het... Nee, het is voor volgend jaar. We praten er volgend jaar terug over, maar nu niet. Dus als je vraagt aan een vrouw, zeg jij kwaad? Dat moet hij van de eerste keer zeggen. Ah, wel, ja, eigenlijk wel. Maar het is zo stom dat ik het niet wil zeggen, maar ik ben wel heel kwaad.
Okay. Om niks eigenlijk. Eigenlijk. Ik weet het zelfs niet meer. Ah, en ik vind dat heel vervelend dat jij je zo gedraagt. En zo zijn we allemaal eerlijk. En zo is de relatie toch weer even... Ja, dat gaat tof zijn. Dat gaat echt heel tof zijn. Ja, of effectief zo de waarheid vertellen over andere mensen, maar of ook gewoon over jezelf. Zo gewoon zo te midden gesprek effectief. Zo, oh, maar ik moet echt kan. Ja. Maar gelijk in welke situatie. Ja. Bedankt om hier aan te zijn op het afscheid van Gilbert. Het afscheid valt ons allemaal heel zwaar. En we willen graag zijn dochter nog de kans geven om een woordje te doen. Lise, kom maar naar voren, meisje. Oh, maar ik moet echt gaan. En komt je samen met familie op waarheidsdag? Met bepaalde onkels niet. Echt, je moet heel bewust kiezen wel. Met wie je de waarheid wilt delen. Ja, en die doen sowieso al niet echt hun best. Ja, want als je dan zo op familie afspreekt en dan is er ineens een onkel die tegen je zegt, amai, je zegt een lekker wijf. En dan denk je, oh, maar what the fuck? Dit had ik niet willen weten. Die weer. Maar ja, was dat aangetrouwde onkel? Heb je een bloedband of niet? Wat ik wel zou willen vragen is, mama, wie is uw lieveling? Because I know it's me. Maar die wil dat nooit laten opzeggen. En als jij niet zegt, wat ga je dan doen? Als ik het niet ben, dan trap ik het af. Dan moet ik zoiets van, ah nee, ik mag niet. Ja, nee, je mocht niet boos zijn. Mag, nee, maar ik bedoel, je mocht niet boos zijn op die persoon. Ah, je mocht het... Ja. Ah nee, oké. Okay. Je moet het incasseren. Ja, ik mag de dergeren niet tegen mijn moeder zeggen van, ga dood. Nee, snap je? Nee, dan moet je wachten tot volgend jaar om dat te zijn. Ja, oké. Okay. Maar dat moet echt een heel verluchtende dag zijn. Ja, hè? Je moet daar zo 10 kilo lichter uitkomen. Oh, zo. My. Ik heb het allemaal een keer kunnen zeggen. Je hebt het ook wel allemaal een keer mogen horen. Hey, maar voor in de rechtbank, is dat geen hoogdag? Ik vind dat de rechtbank dan gesloten moet zijn. Ja, en geen politie. Ja, want anders hangt er weer gevolgen aan, snap je? Ah, voilà. Dan zijn al die mensen die veroordeeld worden voor moord of dit of dat, die altijd blijven ontkennen. En op die dag mogen ze het niet ontkennen. Dus dan moeten ze zeggen, ja, ik heb het gedaan. Wel, dat is toch supergoed? Ja, maar nee, maar dat is natuurlijk, dat maakt geen feestdag niet meer. Hè? Ook niet voor die mensen, snap je? Hij vereenzelvigt nu met de maatschappij en de politie. Zo van, ah goed, we hebben moorden opgelost. Maar ik denk zo van, ah zo kut voor die moordenaar. Ja. Dat hij nu verplicht is voor toe ik te geven. Ik heb dat zo goed verzwegen. En nu zijn we voor niks. Puur hypothetisch. Een dag dat je op alles ja moet zeggen. Ah, yes, day. Yes, day. Wilt je met mij trouwen? Ja. Wilt je met mij poepen? Ja. Ah ja. Mag ik u dan slaan? Ja. Dat gaat zo'n vermoeiende dag worden. Maar ja, we moeten positief blijven. Er zijn vast ook leuke dingen. Ja, hè? Wil je dit stukje taart? Wil jij het laatste stukje? Oh ja, dat is dan weer mooi. Normaal zou ik nee zeggen, maar ja, kijk. Ja. Het is ja dag. Oh, alle callcenters gaan dan bellen van, hey, heb je even tijd? Oh, dat wordt een piekdag voor callcenters. Ja, oh, dat gaat zo vervelend. Die gaan heel hun omzet draaien op die ene dag. Ja, hebt u interesse in? Ja. Het kan natuurlijk ook leuk uitgebreid worden naar waarheid durven of doen dag. Oh. Je moet gewoon echt een van de drie zeggen en je speelt het. Voor heel de dag? Ja. In het begin van de dag moet je kiezen. Van de jaar ga ik eigenlijk niet durven pakken, hè? Ja. Maar ja, maar durven is toch eigenlijk de loser versie van doen, hè? De domste categorie. Ja, zou je dat durven? Voilà. Hoe was durven? Ja, mocht zo van nee durven zeggen? Mag je nee zeggen. Dat is zo van, oké, okay, ja. Zo maar durft jij van een brug springen? Ja. Ah, ik dacht dat durven. En volgende... Bij ons was durven dat je 3 mogelijkheden doen kreeg. Ah. Oh, drie, wow, dat je mocht kiezen welke van de 3 shit. Dat is wel beter. Ik ken de spelregels niet. Maar doen, ja, dat zit er echt aan, Charlotte. Ja. Pies nu in een bekertje en drink het op. Maar allee, bomma, echt waar. Ja. Je flikt me er altijd. Waarom is dat elk jaar met dat bekerpissen bij u? Kunnen jullie niks anders verzinnen? Dat is traditie. Dat is dat zo bij de Janssens. Dat is een bekerpissen of niks. Dat is de bluf, hè. Anders is het waarheid, volgend jaar. De Janssens, dat zijn doeders, Bertje. Kom aan, ze. Ik ga durven, pa. Mogen. Je hebt ook zo de dag in Spanje waar ze zo met tomaten aan elkaar gooien. Just, ik heb het gevoel dat met iets gooien, dat daar wel iets in zit. Ja. Maar met alleen, wat wij op welke Belgen dag gooien. En met wat gooien we? Bekerkens pis. Stop met mee. Stop met elkaar over die pis. Nee, maar wat hebben wij in België zoveel? Of te veel? We kunnen Jonaholden. Maar Jonaholden smijten. Ik wil dat niet tegen mij krijgen. Zo. En boos worden als het... Wat pijn doet. Als de Jonaholen op zijn. Als de Jonaholen in. Amai, ter ere van... Dikke teef. Ja, dikke teef. Dat is wel een patroon. Dikke teefdag. Ja, heilige dikke teef, ja. Hebben wij ook niet zo op het moment dat te veel melk gaat in België?
vorig jaar? Is dat niet zo even iets geweest? Mm. Soms is dat wel een ding dat de melkboeren naar Brussel gaan en dan... En dan protesteren ze omdat ze te weinig geld krijgen. Ah, okay. Ja. Sorry. Maar natuurlijk, dat kunnen wij oplossen door iedereen melk te laten kopen die een dag. Ah ja. Mm-hmm. Zo'n melkvist. Want ik dacht, als we te veel melk hebben, dat er zo'n melk door ons kraan komt. Oh. Gedurende één dag. Je moet je tanden poetsen met melk, douchen met melk. Zo slecht kan dat wel niet zijn, denk ik. Ik denk dat ook niet. Douchen met melk. Het heeft iets heil, vind ik. Geil bedoel ik, sorry. Heil. Heilzaam bedoel je? Het heeft iets heil. Heil melk. We gaan opholen, man. Ja, melk is wel... Ik was ook al aan het denken, dat kan heel sexy zijn allemaal. Ja. Maar ook heel vies, dus voor elk wat wils. Ja. Je kunt er een leuke dag van maken. Ja, op warme melk komt wel zo'n vel natuurlijk. Oh. Dus dan... Maar er is eigenlijk weinig dat ik denk, amai, dat is echt vies met melk. Echt? Ja. Zo, ja, een koffie met melk, dat doet je al. Ah ja, maar ja. En dan een glaasje melk. Amai, dus... heet het origineel. Dus ja, van alle dingen is er echt niks... Chocomelk is eigenlijk ook maar melk. Nee, maar dan heb je ook zo protesten van mensen die lactose intolerant zijn. Ja, voilà. En vegans en zo. Nee, die gaan gewoon echt keihard kakken. Die gaan echt zoiets hebben van, boycott melkdag. Boe. Wij hebben genoeg gescheten, wij willen geen melk meer eten. Melk is voor ons geen gemis, wij drinken nog liever mis. Wat ik zo hypocriet vind, is dat er zoveel feestdagen in het teken van de kids staan. Mm. Dus wij van het kabinet van feestelijke zaken gaan nu een keer een feestdag voor zo de vlotte veertiger ontwikkelen. De veertigers hebben ook altijd jonge kinderen, dus daar moet je even vanaf. Hè? Ja. Ja, ja, ja. En de meeste veertigers hebben als beste vrienden de moeders aan de schoolpoort, denk ik. Ja. Dus misschien kan het gewoon aan de schoolpoort georganiseerd worden. Ja, op een vrije dag. En het is geen school natuurlijk. Voilà, kinderen zijn er niet. Of kinderen zijn misschien in de school. Hè, worden bezig gehouden door andere mensen. En aan zoals de schoolpoort... iedere dag? Ja. Wacht eens. Maar deze keer is er een natje en een droogje aan de schoolpoort. Ja. Dus dat is wel het verschil natuurlijk. En wordt er een groepsfoto gemaakt. Ja. Puur hypothetisch. Serien, Bert en Lize, dank u wel voor al die antwoorden op mijn debiele vraag. Het waren geniale antwoorden, maar er kan maar één idee het beste zijn en dat is party aan de schoolpoortdag. Yes. Voor vlotte veertigers en de kids die droppen we ergens in een put onder de grond. En we gaan voor een knabbel en een babbel en een natje en een droogje. Oh nee, papa is echt zat. Papa, gaan we naar huis? Waarom? Omdat party aan de schoolpoortdag gedaan is en we zijn moe. Waar staat de auto? Jacke makke. Allee, papa, ik heb superveel huiswerk. Wij gaan al in de auto zitten, hè. Waarom jij het lift vandaan om jou aan de auto zitten? Ik denk dat ik beter de juf moet gaan halen. Ah, de baasstand. Voor wat? Kun je nou stront zelf niet opkissen? Oh, papa, echt waar. Wij gaan zelf maar met de taxi naar huis. Los het zelf op. Die rekening, hè, dat plak ik op aan mijn pik. Serena Jari, Lies Verijn, Bert Janssens, hartelijk bedankt. En tot de volgende keer maar weer. En als je niet luistert naar Puur Hypothetisch, dan kopen wij een zakkak en dan droppen we die eider. Puur Hypothetisch. Wil je trouwens zelf een leuke hypothese insturen of heb je nog een fantastisch debiel antwoord op een van onze vragen? Stuur ons dan een mailtje op puurhypothetisch@stubru.be.